Welkom bij het programma De Verkiezingslink. Een serie interviews van Omroep Link met een aantal lokale kandidaten voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en het waterschap de Hollandse Delta. Mijn gast dit keer is Gregor Renze. Gregor, welkom bij Link. Ja. Jij staat op nummer 5 van de lijst voor de Partij van de Arbeid voor de verkiezingen voor Provinciale Staten. Mijn naam is Dick Boschieter, misschien nog even aangeven. Ik wilde je in ieder geval bedanken dat je hier mijn gast wil zijn in de studio. Allereerst even aan jou, je achtergrond. Nou kennen een heleboel mensen jou natuurlijk wel, zeker in deze regio. Maar misschien kun je toch nog even vertellen wat jouw achtergrond is en wat je tot nu toe zo al gedaan hebt. Ja, nou in de allereerste plaats dank voor de uitnodiging om vanmiddag toch in jouw programma ook een zegje te doen over de komende verkiezingen. Ik ben Gregor Renze, oud-burgemeester, zeg ik maar, tot 7 weken geleden van de gemeente Beulen. Oh ja. U weet, vanwege de gemeentelijke herindeling is dat gestopt, mijn burgemeesterschap, net als dat van mijn collega's in Hellevoetsluis en Westvoorne. En de kandidaatstelling voor de Provinciale Staten kwam ook voor mij wel een beetje als verrassing. Maar naarmate het dichterbij komt, vind ik het ontzettend leuk om in de provincie ook nog een paar jaar als politicus door te gaan. Ja, want dat was ook wel een vraag die ik had. Want het lijkt me toch wel even wennen. Eerst burgemeester, nu op de lijst voor Provinciale Staten. Was dat een bewuste keuze of kwam die zomaar langs? Of? Nee, ik was daar eigenlijk tot kort voor mijn einde van mijn burgemeesterschap eigenlijk helemaal niet mee bezig. Mijn voornemen was en is om mijn eigen bedrijf, wat ik in 2014 heb opgericht en wat eigenlijk nooit echt in de markt is geweest vanwege dat burgemeesterschap, ja, om dat weer opnieuw op te starten. Dat gaat ook gebeuren. Ik ben druk bezig om de website weer te reviseren. Er waren verschillende mensen die aan mij vroegen van waarom ga je dan toch niet door? En hoe ga je nou straks afstand nemen van die politiek? Want dat is toch eigenlijk iets wat je al 30 jaar gedaan hebt en dat kun je toch niet zomaar laten lopen? En naarmate ik nadacht over de rol van de provincie de komende jaren, die is wel heel erg cruciaal voor een hele hoop ontwikkelingen die op dit moment in Nederland te gebeuren staan. Ik ken de provincie eigenlijk niet zo heel erg goed, hoewel ik natuurlijk ook als burgemeester er wel mee te maken heb gehad. Maar het intrigeert mij om nou eens even ook van binnenuit in die provincie ermee bezig te gaan. Laten we eerst maar eens over de woningbouw beginnen. Want dat is natuurlijk ook een punt waar denk ik zelf als burgemeester, maar ook de colleges op Voorne, die nu één college vormen in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee, tegenaan zijn gelopen. De provincie was nou niet altijd even toeschietelijk in het meewerken aan bouwplannen. Denk je dat dat nu, zeker als de PvdA in het bestuur komt, zou gaan veranderen? De Partij van Arbeid is natuurlijk voor veel meer betaalbare woningen. Ja. We hebben de inschatting gemaakt, en niet alleen de inschatting, maar daar kun je natuurlijk gewoon de financiële inkomenssituaties tegenaan houden, dat bijna de helft van de Nederlanders een inkomen heeft wat nauwelijks het modale overschrijdt en dus gewoon aangewezen is op sociale huurwoningen of hele goedkope koopwoningen. Nou, die zijn er niet, zoals iedereen weet. En dus is het zaak om daar veel meer aandacht aan te besteden. En ik moet zeggen dat de gemeente Westvoorne in het verleden, maar ook Brielen vanwege die problemen met Vestia en ook Hellevoetsluis, eigenlijk te weinig ambitie hadden. Dat hebben ze overigens goed bijgetrokken. Ja. Want het laatste aanbod dat ze aan de provincie hebben gedaan voor het aantal woningen dat ze willen gaan bouwen, dat zijn er bijna 4500, is daar 31% van sociaal. En dat is, gelet op het gemiddelde in de regio, is dat echt een knappe prestatie als ze dat kunnen bereiken. Nou staat in het programma ook dat de PvdA graag zou willen realiseren dat de wachttijd voor een woning, dat die maximaal 1 jaar is. In het kader van het bouwen van nieuwe woningen volgens mij. Maar kun je dat nog eens uitleggen? De gemiddelde wachttijd in Zuid-Holland voor een huurwoning is ongeveer 5,5 jaar op dit moment. En in sommige gemeentes is dat zelfs 8 of 9 jaar. Zo lang moet je wachten. En dat heeft alles te maken met dat die voorraad niet groot genoeg is. Er is eigenlijk de afgelopen 10 jaar ook door het landelijke beleid
Niet of nauwelijks door sociale woningbouwcorporaties bijgebouwd. Mm-hmm. Die hadden ook de middelen niet om bij te bouwen. En dus is er een enorme achterstand in het voorraad ontstaan. Bruggetje dan weer even ook naar de boeren. Hè? Want uiteindelijk gaat die provincie daar straks toch een belangrijke rol in spelen. Ook met het eventueel uitkopen van boeren. Hoe zit de PvdA daarin? De boeren hebben later daar geen doekjes om winden. Die hebben het natuurlijk de afgelopen jaren ook best zwaar gehad. Ook door het wisselende beleid. Ja. Ook doordat ze door het beleid van de verschillende kabinetten een aantal jaren op het verkeerde pad zijn, hè, het verkeerde geitenpaadje, zeg ik dan maar even, zijn geloodst. Want het Europese beleid was toch echt niet zo dat men in Nederland maar gewoon door kon gaan met het blijven bouwen en ook met name de veehouderijbedrijven, zoals we dat gewend waren. Dus de boeren zijn een beetje op het verkeerde pad terechtgekomen. Ik vind dus ook wel dat wij de gelegenheid moeten bieden aan die boeren die in staat zijn om een andere vorm van landbouw en veeteelt, om die omschakeling te maken, dat we die moeten helpen. En waar het echt niet kan, of de boerderijen echt midden in natuurgebieden zijn, ja, dan moeten we gewoon met de boeren in gesprek. Eén ding wat ook in het programma opviel, was dat de PvdA wil regelen dat minimaal 50% van de duurzaam opgewekte energie in lokaal eigendom is. Ik vroeg me af, ik begrijp dat, hè, want dan is de energievoorziening is ook voor de lokale bevolking. Maar hoe bewerkstellig je dat? Nou, er zijn in Nederland al hele goede voorbeelden van energiecoöperaties. Ja, daar ziet dat met name op. Ja, hè, en ik weet zelf uit mijn zeg maar recente verleden in Brielen dat van de twee windmolens die daar gepland zijn, dat daar in ieder geval 25% van de opbrengst naar een bewonerscoöperatie gaan. En ons voornemen was vooral daarmee ook de mensen in de binnenstad, die natuurlijk niet in staat zijn vanwege al die rijksmonumenten waarin ze wonen, om daar zonnepanelen op het dak te leggen. Om die dan, was in Brielen. Dus met name ook die opbrengst van die twee windmolens, voor een deel was die zeker bedoeld om de mensen in de binnenstad van Brielen te helpen, ondersteunen als het ging om te verduurzamen enzovoort. We hebben nu een aantal onderwerpen al gedaan. Ik vroeg me af of u zelf nog iets hebt waarvan u zegt, nou, dat vind ik in ons programma wel kenmerkend voor de PvdA, als ik het afzet tegen de andere partijen. Of iets waarvan je zegt, nou, daar wil ik nog even speciale aandacht voor vragen. We willen natuurlijk in Zuid-Holland ook flink met de natuur aan de gang. Hè? Dus uit de rapporten blijkt dat de stand van de natuur in heel Nederland middelmatig is. Hè? Het is zeker niet overal goed. Sterker nog, er zijn best wel wat zorgen over sommige gebieden. Zuid-Holland is een zeer dichtbevolkte provincie, de meest dichtbevolkte provincie van Nederland. Er komen nog 235.000 woningen tot en met 2030 bij in deze provincie. En dat betekent dat we ook heel veel waarde moeten hechten aan goede natuur- en recreatiegebieden. We moeten kunnen ontspannen, we moeten kunnen recreëren, we moeten zo nu en dan ook even tot rust kunnen komen. En in die zin moeten we die waarde van de natuur veel meer koesteren. Mooi verhaal over de energietransitie en de noodzaak. Dan gaan we toch tot een afronding komen. 1 minuut de tijd om uzelf te profileren als de kandidaat waarop op nummer 5 van de lijst van de PvdA voor de Provinciale Staten Zuid-Holland moet worden gestemd. Ja, nou, ik zei al, de Partij van de Arbeid heeft natuurlijk een aantal zeer verstandige dingen in het programma staan als het gaat over wonen voor de minder inkomensgroepen. Zodanig wonen dat ook het klimaat daarmee vooruit kan worden geholpen. We willen naar een betaalbare energie, hè, want ook dat is een groot probleem. En we willen meer naar goede natuur enzovoort. Nou, waarom dan op kandidaat nummer 5 van de kandidatenlijst van de Partij van de Arbeid? Ik heb natuurlijk een enorme bestuurlijke ervaring, zowel in de gemeenteraad, als wethouder, als burgemeester. Mij valt op dat de provincie nog heel erg ver
van de mensen in de provincie afstaat. Dat de provincie ook nog niet zo heel erg goed gewend is om heel veel middenzeggenschap en inspraak en participatie te organiseren. Nou, u mag van mij verwachten dat ik met mijn ervaring daar toch heel erg goed op ga letten. Dat de provincie meer bij de mensen thuis komt. Een mooie afsluiting. Bedankt Gregor voor het interview. Veel succes bij de verkiezingen op 15 maart.